Beertube. What up? De mythe gaat dat in een nacht in 2015 Aard van Bergen een roeping kreeg van een der goden. Een der goden uit Valhalla die de verstokte beroepssaxofonist influisterde dat hij het roer om moest gooien en zich moest gaan bemoeien met bierbrouwen. Fast forward naar, ik meen 2017, 2018, crowdfundingje, succesvol, proeflokaaltje uit voortgevloeid, eigen brouwerij, op touw kunnen zetten. En in 2023 timmeren ze mijn intiens aardig aan de weg. Ik had het genoegen om ze tegen te komen op Borefs, Aard in eigen persoon. Als niet-brouwer, gewoon als bezoeker. Dus echt inhoudelijke gesprekken kunnen voeren in plaats van alleen maar hey, bedankt voor het biertje, hier heb je een muntje, tabé. En daaruit voortgevloeid heb je in de unboxing ook al kunnen zien een rijtje bieren. Dat ik, ja, eigenlijk is dat best wel een mooie diverse line-up om eens weer in een zogeheten showcase te gieten. Dus ik presenteer u de Valhalla Showcase. Misschien wel de meest uitgebreide showcase ooit. Niet qua aantal bieren, maar qua uiteenlopende bierstijlen. Volgens mij proberen ze zich een beetje te specialiseren op het vlak van IPA's. Ze hebben bijvoorbeeld een Loki in de core range zitten. Shakti is voor mij een van de eerste bieren die ze voor mij nog steeds zijn. Een dubbel IPA hebben. Elixir, dubbel Elixir heb ik zelf hele fijne goede herinneringen aan. Dit is de Gimir Serie, wat ook een New England is. Laten we gewoon langzaam biertje voor biertje gaan bekijken hoe de smaken mij bevallen. En laten we beginnen met een wit bier, een licht bier, een pale bier. In de zin van de Gimir the Troll Awakens. Wat een collab is tussen Valhalla en Rock City. Dat is altijd jammer bij blikken. Bepaalt de plaatsing van het lid. Hoe je hem uitschenkt, dan kun je dus niet met het label uitschenken. Maakt voor de uiteindelijke presentatie niet heel veel uit. Want die ziet er volgens mij picobello in orde uit. We hebben hier te maken met Gimir the Troll Awakens, een New England IPA met 7,8% aan alcoholen. En gedryhopped met Centennial, Mutueka, Mosaic en Mosaic Cryohops. Laten we naar het neusje duiken, want volgens mij is deze behoorlijk vers. Dus elke seconde tikt die verder weg. Ja, dit is gewoon hele mooie tropische tonen. Voor mij wel richting het steenvruchten, wat minder naar het ananas, wat ik persoonlijk fijn vind. Ik heb wel gezien dat hij wat voller karakter heeft, terwijl op de aanduiding maar een New England IPA is en geen dubbel New England IPA. Ik heb het idee dat hij best wel eens vol kan zijn, al kan het ook het verraderlijke van de dryhop zijn. We gaan hem gewoon proeven. De Gimir the Troll Awakens, een collaboration tussen Valhalla en Rock City Brewing. Met dank aan Valhalla. Proost. En hij is gewoon heel fijn. Koolzuur is redelijk zacht, maar dat versterkt in dit geval wel, denk ik, een beetje het volle mondgevoel, wat voor mij echt dubbel IPA waardig is. Dan behoudt gewoon die mooie tropische tonen, dus de neus, hoewel die dry hopped is, staaft zijn daadwerkelijke smaakhoppen. Ik vind het een erg fijne aftrap. Een klein foutje wat ik hier heb gemaakt is dat ik het glas volledig heb uitgeschonken. Ik heb maar één glaasje bij vandaag. Ik heb hier een schoonmaaksetje staan. Weggooien gaan we niet doen, dus we moeten even door de hele unit heen. Dus we zijn zo terug. Kan nooit heel lang duren. En ja, dit was er voor mij toch zeker wel weer zo een. Soms heb je van die IPA's die na een paar slokken minder worden. Deze bleef fijn. Deze bleef toch wel zacht. Het blijft een New England IPA. Hij is inderdaad wat meer op het tropische, fruitige karakter dan op het bittere. Dus misschien dat hij net een tikje meer bitterheid mogen hebben voor mijn persoonlijke smaak. Maar als New England IPA
vind ik dit meer dan geslaagd. En is het een hele fijne eerste kennismaking is niet het goede woord, maar plaatsing in de line-up des te meer. We stappen over op de Nisabi. De Nisaba, excuses. Wat eveneens een IPA is, maar niet aan de New England kant van het spectrum, maar aan de West Coast kant van het spectrum. En ja, dan heb je in één keer te maken met andere soorten smaken. En zeker met ander soortig hopgebruik, als je het mij vraagt. Doe ik weer dezelfde fout, omdat ik gewoon dat glas mooi in wil schenken. Ik ben nu net wat eerder gestopt. Dus laten we naar het neusje duiken. En op het neusje is hij inderdaad veel... ik vind hem verzadigd zoeter. In hindsight is dat wat ik denk ik heel vaak bij West Coast IPA's gehad heb. Want vroeger vond ik dus West Coast IPA's mega fruitig ruiken. Maar uiteraard achteraf wat meer bitter. En deze is daadwerkelijk zoeter. Verzadigd zoeter dan die New England IPA. Maar ik verwacht dus dat je hier meer en meer verrast wordt door die bittere kick in de slok. Waar hebben we dan mee te schaften in dit bier? We hebben 6,5% aan alcohol. Ik had hem dus qua alcoholopbouw misschien voor de 7,8 sterke Nijpa mogen plaatsen. Maar ik ben van mening, die bitterheid van zo'n West Coast IPA, die kikt vele malen harder dan het zacht zoete, fruitige karakter van een New England IPA. Of dat waar is, dat gaan we binnen nu en pakken beet een minuutje ontdekken. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Ingrediënten water, tarwemout, gerstemout, hop en gist. Waarbij de gebruikte hoppen zijn Centennial, Chinook en Columbus. Datum weer onder op het blik. Dit is ook een kleine 2 maandjes oud. Dus dat wordt weer eveneens niet te lang wachten. In het kader niet lullen maar poetsen. Zeg ik proost. Ik moet zeggen, voor een New England IPA, of voor een West Coast IPA, vind ik zijn bitterkick niet heel heftig. Wat het dus een hele toegankelijke West Coast IPA brengt. Want ik ben van mening dat hij dat zoete, dat meer intens zoete, heeft hij in zich. Mondgevoel is wat minder vol dan die Gimeer. Maar op zichzelf staan, dit is mijn IPA game in 2015, zeg maar. Dit is waar ik toen mee begonnen ben met de bieren die ik destijds dronk. Toen New England nog helemaal niet per se een ding was. En ik wel het fruitige karakter van bieren lekker vond. En deze heeft dus minder dat bittere. Maar toch ook wel dat zoete en dat fruitige. Waarbij dit fruit wat meer, ik zei het al eerder, verzadigd is. Denigrerend klopt niet helemaal. Maar denk eerder aan dingen als bijvoorbeeld sinaas. Een sinaasappel. Mandarijntjes, dat soort fruittonen. Maar nou die een beetje de grip op mijn wangslijmvlies begint te krijgen, vooral op mijn tong begin ik wel iets meer bitterheid te ontdekken. Maar ik denk, ja, dit is inderdaad een West Coast IPA, maar wel een instap West Coast IPA. En ik denk dat dat goed is, want ik ben van mening dat juist de huidige markt zou schrikken van de West Coast IPA's zoals ik ze destijds dronk. Ik heb even geen hele referenten klaarstaan, maar die hier in Nederland haalbaar zijn. Maar als ik bijvoorbeeld denk aan mijn ervaring met de Pliny de Elder, dan is dat inderdaad echt vele malen intenser qua bitterheid. En ik zelf ben er al niet de grootste liefhebber van, maar ik kan me zeker voorstellen als je denkt, oh, ik hou van IPA'tjes. Zeker in de moderne tijd waarbij je misschien wel het mooie Nel en de Bird of Prey als referentiekader hebt, ja, dan is die Pliny de Elder is heel intens. En deze is dan gewoon een fijne kennismaking met de West Coast IPA-stijl. Nee, ik wil atten op camera, maar dat is allemaal niet heel smakelijk en niet helemaal frivol. Dus ik zeg wederom,
be right back. En toch merk je dan vooral qua koolzuur, want die was ik even vergeten te noemen. Maar vooral qua koolzuur merk je dat zo'n unit minder makkelijk wegdrinkt. Nog altijd smaakvol, maar als je het over doordrinkers hebt, ja, dan moet je bij de New England IPA's zijn en minder bij de West Coast IPA. Duiken we door naar een ander kleurtje. Blijven in dezelfde stijl. Al zag ik laatst weer op, voor mij was Beer Geeks, een soort van, nee, dat is geen Beer Geeks. Nee, het was op het kanaal van Bier van Eijk. De vraag dat, of de suggestie dat een Black IPA verbannen moet worden. Recentelijk heb ik door de Blerikse Brouwcompagnie bedacht dat ik juist een hernieuwde interesse begin te krijgen in de Black IPA. En een van de namen die werd genoemd is de Oxalot. De Oxalot. De Xolot, denk ik. Geen idee of dat een god is, of de hond van een god, of hoe dat verhaal exact in de steel steekt. Maar dat is een Black IPA uit volgens mij de core range van Valhalla. Eveneens 6,5%, eveneens de hoppen Chinook en Centennial, waarbij de Columbus ditmaal ontbreekt. Dus ik vraag me dan af in hoeverre dit recept die Nisaba aantikt met meer geroosterde mouten. Ja, niet per se een andere opstoort of moutstoort, want 6,5% en alcohol. Dus dat vind ik een interessante bevinding. Gaan we nooit volledig ontdekken. En ik vind hem redelijk bruinachtig uitschenken, meer karamelachtig uitschenken. Maar ik ben zeker benieuwd naar het neusje. Ja, dit neusje doet toch ook wel enigszins zacht aan. Niet dat dat mega gaat branden. Geen toontjes van koffie die ik ook wel eens in een Black IPA bespeur. In het glas oogt hij toch wel tegen het zwarte aan. Als je hem tegen het licht houdt, zie je zeker karamellige randjes. Stroperige randjes, zeg maar. Maar hoe die in het glas danst, mag die prima voor zwart door. Al zou ik het zelf liever donkerbruin noemen. We gaan hem gewoon proeven. De Xolot van Valhalla, een Black IPA met 6,5% aan alcohol. Dat doen we opnieuw. De Xolot van Valhalla, een Black IPA met 6,5% aan alcohol. Proost. En de slok. Komt wel een beetje dat koffie naar boven, vind ik. En of dat dan de mouten zijn, of de combinatie met toch een wat bittere hop karakter. Want ik vind deze dus bitterder dan de Nisaba. Ja, dat blijft natuurlijk altijd gisteren. Dat is een mening, dat is best perspectief. Maar ik drink zelf mijn koffie zwart als de nacht en het liefst in een zo gecomprimeerde mogelijke vorm. Zijnde de espresso in ieder geval bij het apparaat op het werk. En dat is ook het soort koffie waar je hier aan moet denken. Echter heb ik ooit in Rotterdam van, ik meen Schot, koffies gedronken met een rood fruitaccent. En dat rode fruitaccent, dat komt hier ook in naar boven. En dat maakt dus dat dit is bitter. Dus het legt een deel van je smaakpalet, legt het lam in mijn beleving. Maar door het fruitkarakter en door de neus die toch wat zoeter te noemen is, is het toch een aardig vergankelijk bier. En snap ik wel waarom mensen deze op de longlist hebben gezet. Meer dat ik dat uitspreek, denk ik. Ik ben een lijstje aan het verzamelen. Geen idee of ik alle Black IPA's kan gaan vergaren. Maar dat moet natuurlijk de volgende eikpunt worden. Black IPA's. Want het is zo'n dunne bierstijl in Nederland. Terwijl er
stiekem heel veel liefhebbers voor zijn. Kijk alleen naar Dutch Beer Geek, die voor mij op zijn kanaal alleen nog maar Nederlands bier reviewt en een uitzondering maakt voor Black IPA's op zondag, die dus wel nog uit internationale wateren komen. Maar ja, krijg ik op die short notice alle verse Black IPA's te pakken. Dat wordt lastig. Ik weet dat de Bevog volgens mij bij de Jumbo staat. Maar verder is het allemaal weinig core range, of in ieder geval weinig breed verkrijgbaar. Want het is dus wel een niche bierstijl. Dus wat dat betreft heeft Rogier Bier van Eyck misschien meer dan gelijk. We gaan door naar het volgende bier. En dit keer hoeven we niet te pauzeren. Ook wel eens lekker. Zal maar zeggen. En de Black IPA wordt verholen voor een Heimdall. En nou heb ik die Heimdall heb ik eerder op. En eerlijkheidshalve gebied mij te zeggen dat ik die op dat moment niet heel lekker vond. Dat was de Loch Lomond Barrel Aged variant, meen ik. Meer dan ik hem is, dan denk ik ja. Hier wil ik hem vol schenken. Oei, oei, oei. Creature of Habit. Meer dan ik minstens denk ik, ja, een bok komt natuurlijk nooit goed uit de verf na een bittere Black IPA. Is dat zo? Gaan we achterkomen. We duiken door naar het neusje. Op de neus moet ik zeggen, ik vind het een fijn neusje. Ik moet zeggen, ik was iets minder gecharmeerd van het neusje van de Xolotl. Ik was iets minder gecharmeerd van het neusje van de Nibasi. Nibasa. Nisaba. En ik neem wel een slok. Had ik niet moeten doen. Is wel spelen. Maar kan je vertellen? Qua line-up heb ik geen hinder van die Black IPA. Laten we even naar de ingrediënten kijken. Het is een dubbel bok, dus het is een 8,5% sterk bier, niet dus, maar dat verklaart wel waarom die 8,5% sterk is. Gebrouwen met water, gerstemout, roggemout, havergroep en gist. En zoals ik brouwerij gelijk geef, is de hopsoort in wat donkerdere bieren minder van belang. Dus vind ik het niet erg dat dat niet erop vermeld staat. Maar de neus, die heeft wat koekers. Hij is zeker aan de zoete kant. Eveneens geen chocolade, tonen van koffie. Misschien een klein beetje van chocolade. Maar ik zit hier meer een beetje op het kandijwater, terwijl dat dus niet in de ingrediënten vermeld staat. Maar dat is het soort koek waar ik een beetje naartoe neig bij dit bier. En ik noem expres kandijkoek, want ik vind bastonjekoek, dat is een leak op zichzelf en ik heb nog nooit een bier op wat daarna smaakt. Er zijn een aantal koeken waarvan ik echt hoop dat er ooit een bier van gebrouwen wordt. Daar is dit niet de video voor. We hebben het hier over een rye dubbelbok met de naam Heimdall, 8,5% van alcohol. We gaan het proeven. Proost. Eerste wat opvalt. Na het feit dat ik hem lekker vind. Wat me dus enigszins verbaast. Omdat die Loch Lomond zo tegenviel destijds. Koolzuur is laag. En nou is dat bij bokjes altijd op en af in mijn beleving. En nou vind ik dat op zich in een bok een red flag, denk ik. Want koolzuur is een smaakdrager. Maar deze heeft het niet nodig. Deze is licht zoet, zeker een beetje koekig, beetje ja, wat is dat, die specerijen die een beetje in zo'n kandijkoek, een beetje in zo'n speculaas zitten. En wat ik zei, je moet hier geen kandijkoek verwachten, je moet hier geen speculaaskoek verwachten, maar als je het dan over smaakaccenten hebt, dan kun je die aantikken als zijnde referent. En ja, dit is misschien wel het fijnste bokbier wat ik dit jaar gedronken heb.
heb natuurlijk mijn bokbier eikpunt gehad. Waarbij Valhalla dus niet in de categorie craftbieren viel. Simpelweg om de reden dat het gewoon niet binnen handbereik was. In de slijterijen waar ik binnengestapt ben. Maar voor mij is het zeker beter dan die, wat is het, opgebokt, dobbelgebokt van Mol bijvoorbeeld. Wat dus dit jaar als beste bokbier benoemd was. Vanuit een of andere jury. Ja. Ik vind het gewoon lekker. Hij mist de koolzuur niet. Hij heeft genoeg specerijen in zich. Mondgevoel is ook echt dik in orde. Komt misschien ook door de roggen. Die dat net wat meer kan eleveren dan reguliere moutsoorten in bokbieren. Maar om het dan inderdaad gerevangeerd. En toch misschien weer de reden om te kijken of de Barrel Age variant van 2022 mij wel kan behagen. Langzaamaan gaan we naar het sluitstuk van deze showcase. En dat zit in een flesje. Dan moeten we maar bedenken dat het bier nog geen jaar oud is. Zou maar zeggen. Of het bier dan in 2017 of later in dat vat gegaan is. Ik ben geneigd te zeggen dat tweede. Oké, we gaan hem inschenken. En deze schenken gewoon lekker wel relatief vol. Want dan kunnen we er ook gelijk de final closure mee opnemen. Ik heb de reguliere Baba Yaga nooit op. Maar wat ik hier ruik is echt vooral bourbon. Volgens mij heb ik het net al opgenoemd en toch moet ik je eerlijk bekennen dat ik de stijl niet onthouden heb. Maar ik verwacht hier wel een bourbon barrel aged stout. Toch heb ik heel kort ook een vleugje. Cognac. Maar dat mag ongetwijfeld geen naam hebben. We zien de ingrediënten. Dat zijn water, gemouten gerst, hop en gist. En hij is geaged op een bourbon barrel. Zijn de Heaven Hill. Meer dat ik het uitspreek, heb ik het idee dat ik in een soort van... Alsof de goden mij nu ook toespreken. Want ik heb het idee dat ik door de bourbon heen ineens met een wat diepere teug de chocolade op weet te halen. Is het chocolade? Het is enigszins gekruid. Het is in ieder geval fijn. Laten we dat voorop stellen. Hij is tenminste houdbaar tot april 2024. Hij is... Oké, wauw. Nou begin ik in alles te twijfelen. De gebouwen door Brouwerij van Halle. Amsterdam. Maar ze hebben toch gewoon een eigen brouwhuis. Dat heb ik toch... Dat is toch met die crowdfund zeker bewerkstelligd. Enfin, wat hier dus op het flesje staat, in dit geval is dat het bier gebotteld is bij Hutteclaws, gebarrel aged is bij Hutteclaws en gebrouwen is bij Hutteclaws Albergen. En dat confused me enigszins. Want hebben ze daar een keteltje wat groter is? Hebben ze daar constantere temperaturen? Hebben ze daar een Heaven Hill vat kunnen kapen? Ik mis die context. Echter, hoeft dat niet van invloed te zijn op de smaak, de kwaliteit en de beleving van het bier.
Dus laten we hem gewoon gaan proeven. Ook op percentage ben ik even vergeten te checken. Is geraamd op 10,2%. Een bourbon barrel aged Russian Imperial Stout. Met, ik heb hem volgens mij niet eens genoemd, de naam Baba Yaga. Ik zeg, proost. En ook hier, wat weer opvalt, koolzuur is echt heel laag. Natuurlijk is dat een grijs gebied bij barrel aged bieren. Ik vind het altijd wel fijn. Echter, de koolzuur mis je niet in het mondgevoel. Het bier is fijn, vol van smaak, ondanks zijn barrel aging. De Heaven Hill geeft in mijn beleving wel echt gewoon zijn tonen af. Dit keer niet, wat ik vaker zeg, dankzij Thomas Opent, niet dat kokoskarakter. Wel hele fijne chocoladetinten, echt wel dik aangesterkt door iedere keer weer die bourbon vleug. Maar ja, ik vind die vanuit zo'n Heaven Hill en meerdere bourbons met Heaven Hill, zoals Buffalo Trace, vind ik die gewoon heel fijn. Vaker, ik merk stiekem dat ik vaker iets van umami bespeur in een bourbon bier, misschien wel een Heaven Hill bier. Iets wat ik eveneens fijn vind. En dit is gewoon een leuk barrel aged bier. Ik durf niet te zeggen wat ze ervoor vragen. Maar ik ben van mening dat Valhalla niet heel duur geprijsd is in zijn barrel aged game. En dus denk ik, ja, dat is de beste zin om gewoon mee te pakken, om gewoon te proeven. En het is een hele mooie afsluiter voor dit line-up. Al met al heb ik daarmee alle bieren gehad. Ik was aangenaam verrast door de Heimdall. Absoluut, terwijl bokbieren voor mij echt een hit of miss zijn. De Xolotl was fijn. Deze Guimere, ik ga de Guimere, voor mij, Guimere is volgens mij een serie. Die ga ik in de gaten houden, maar het lucratieve hier is. Weet je wel, bij de slijterijen waar ik gewoon even naartoe kan fietsen, zijn ze niet vergankelijk, is dat een woord? Geen idee. En om dan weer, weet je wel, voor die ene verse Nijpa een bestelling te doen bij een webshop, ja. Ik heb ook, mijn zakken hebben gewoon dezelfde diepte als de zakken van andere mensen. Ik koop mijn broeken gewoon in dezelfde winkels. Die zijn niet onuitputtelijk, weet je wel. En ik mag niet klagen, hè. Ik bedoel, deze bieren heb ik met dank aan Valhalla, waar ik echt hartstikke bedankbaar voor ben. Maar dat webshop bestellen, ik vind het super chill dat het bestaat. En echt voor die FOMO bieren, voor die ongrijpbare bieren, ben ik extra blij dat het bestaat. En wil ik wel eens gekke dingen doen. Maar over het algemeen wil ik dan altijd die verzendkosten eruit halen. Dus wil ik gelijk een bestelling plaatsen van tientallen euro's. En ja, dat moet ik gewoon niet altijd doen. Ik heb ook gewoon een gezin te voeden en zo. Maar dat is allemaal niet relevant voor deze video. Het waren hele fijne bieren. Het waren hele fijne smaken. Ik wil Valhalla nogmaals bedanken. Aard, super tof. Dat je dit hebt willen doen. Er zijn nog 1 of 2 bieren die buiten de showcase gevallen zijn. Die ga je ongetwijfeld voorbij zien komen. Dan wel op Instagram, dan wel op Untappd, dan wel in een video. Voor nu zou ik zeggen, Aito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.